Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Tina Van Averen, 40 jaar, eerst en vooral trotse mama van Bo en Oe en vrouw van Kenneth Janssens. Ik geef les aan de bachelors in de orthopedagogie aan Hogeschool Gent, studenten die later opvoeder zullen zijn voor mensen met een handicap. Ik doe ook heel wat onderzoek naar legale en illegale drugs. En deze expertise samen met mijn expertise van het schepen, zijn, wil ik nu combineren voor het Vlaams Parlement. Ik sta op de zevende plaats in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement voor SPA. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, eigenlijk ben ik ook aan mijn opleiding om dezelfde reden begonnen. Ik ben een orthopedagoog. En eigenlijk begon ik daaraan om de wereld gewoon een betere plek te maken. En ik zet dat eigenlijk door ook in de politiek. Mijn vader heeft mij geleerd wat politiek betekent. Hij heeft altijd lid geweest van de gemeenteraad, de ocmw raad Ons geleerd om standpunten in te nemen, om ons geleerd om te discussiëren aan de, de eettafel. En zo ben ik dan langzamerhand ook ja, achter de coulissen bij SPA beland. En dan, uh, ongeveer, ja, een zes jaar geleden, voor, hè, van voor gaan staan. En zijn we eigenlijk met een uh, lokale partij opgekomen. En dan ben ik schepen geworden. En uh, dan ben ik zes jaar schepen geweest en ik vind dat echt. Ik vond dat fantastisch. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb met zoveel mensen kunnen samenwerken. Ik heb zoveel geleerd van veel mensen. Uh, ik heb ook geleerd om mijn expertise in te zetten op uh, lokaal niveau. Uh, ik heb geleerd om, om, om te zorgen dat, dat mensen een plek krijgen in onze maatschappij. En, en nu dat ik op dit moment geen schepen meer ben, wil ik eigenlijk mijn werk verder zetten. En dat ja, de politiek op een iets hoger niveau proberen. En daarom stel ik mijn kandidaat voor het Vlaams parlement. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een quote gekozen van uh, professor Erik Broekaart, wijlen professor Erik Broekaart. Uh, ik heb het voorrecht gehad om bij hem te mogen studeren aan de Universiteit van Gent in de opleiding orthopedagogie. En hij gebruikte altijd een quote om de evolutie in de zorgsector eigenlijk te duiden. En hij zei de quote: het is de verkapte verdikking van het verdunningsproces. De verkapte. Verdikking van het verdunningsproces. En wat bedoelde hij er eigenlijk mee? Is dat er altijd maar meer en meer afbouw is van residentiële zorg. Dus zorg waar je kan overnachten. En steeds meer nieuwere vormen komen van ambulante zorg. Mensen die opgevangen worden in dagcentra. Maar ook mensen die langer thuis blijven wonen. En daar begeleid wordt door ambulante diensten. Diensten die aan huis komen. En dat kan zijn zowel in de jeugdhulp, de jeugdhulpverlening. Dat kan zijn in de gehandicapten sector, maar dat is ook zo in bijvoorbeeld de woonzorgcentra in de rusthuizen. Dat is dus die verkapte uh, verdikking van het verdunningsproces. Het verdunningsproces is dat men meer en meer naar die ambulante voorzieningen gaat. De verdikking zit hem dan juist in dat eigenlijk de mensen die wel terechtkomen in residentiële voorzieningen, in het rusthuis, in de hulpverlening, steeds een zwaardere problematiek hebben. Dus de lat wordt hoger gelegd om daar toegang toe te krijgen, maar dat wil ook zeggen dat de mensen die er komen zwaarder, zwaar behoevend zijn en dat het personeel zich daar ook naar moet aanpassen, dus veel zwaardere job krijgen. En net daarom vind ik het ook belangrijk, omdat SPA op die zorgzekerheid inzet, om die quote te kiezen, omdat we willen gaan voor kortere wachtlijsten of zelfs geen wachtlijsten. Op toegankelijke zorg, dat iedereen er terecht kan. Maar we willen ook gaan voor bijvoorbeeld. Uh, ik, persoonlijk vind ik een psycholoog, verbonden aan elk rusthuis, heel belangrijk. We vergeten blijkbaar dat mensen die op latere leeftijd zijn. ook depressief kunnen zijn. ook nog last kunnen hebben van angststoornissen. wat zeer frequent voorkomt in de bevolkings. Uh, in de populatie. Dus waarom niet bij die oudere mensen daar ook zorg voor dragen, dat zij ook therapie kunnen krijgen. Praten, bijvoorbeeld. Vaak wordt er enkel ingezet op, op medicatie, antidepressiva. Maar ik denk dat die mensen ook andere soorten van psychologische begeleiding nodig hebben wanneer je in een rusthuis zit, omdat je een aantal ontwikkelingstaken al afgewerkt hebt. En dat de toekomst er anders en korter uitziet, natuurlijk. En dat je ook terugkijkt op je leven. Misschien een aantal zaken wel spijt van hebt. Daarvoor heb je specialisten voor nodig, daar heb je psychologen voor nodig. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb een groot voorbeeld uitgekozen en dat is Marleen Temmerman. Zij is eigenlijk de eerste, of zij was de eerste professor gynaecologie bij ons. Zij combineert eigenlijk dat wetenschappelijke. Samen met het in de politiek staan. Zij was ook natuurlijk actief bij S SPA. En zij heeft die combinatie wel ja, heel fijn gedaan. En ik, kijk, ik heb haar ook eens gevraagd: hoe doe je dat, die combinatie? Want dat wil ik eigenlijk ook wel zijn. Die wetenschapper uh, die onderzoek doet. Hè. Ik doe onderzoek naar drugs en, en legale en illegale drugs. Ik breng die geestelijke gezondheidszorg in mijn, in, in mijn job. En daarnaast wil ik daar ook iets mee doen op uh, politiek vlak. En die combinatie um, vind ik eigenlijk wel knap, dat zij dat uh, zo ver gebracht heeft eigenlijk. En dan langs de andere kant is het ook een vrouw natuurlijk. Want ik vind nog altijd dat vrouwen ja, op boksen tegen die glazen plafond. Ik merk het zelf ook uh, in de wetenschappelijke wereld, maar ook in de politiek. Heb je soms nog altijd dat er een bastion van mannen vooraan de zaal staat um, en dat daar geen enkele vrouw tussen zit? Hè. Bijvoorbeeld het schepencollege bij ons in de gemeente, dus daar is er maar één vrouw tussen. Ik vind dat frappant dat in deze tijd dat er niet harder gezocht wordt, niet meer gekeken wordt dat een vrouw kan deelnemen aan die hogere functies. Dat heeft te maken met allerlei maatschappelijke evoluties natuurlijk. Hè. En, en we zijn al een stap verder geraakt dan zoveel jaren terug. Maar het is nog altijd een glazen Ik Ikzelf kies ook soms meer voor het gezin wanneer het wat te druk in de campagne is geweest of op het werk is geweest. Um, maar dan krijg je daar soms wel commentaar op. Of andersom ook, hè, wanneer dat je niet kiest voor. Is een gezinsuitstapje, maar je gaat voor het werk ergens naartoe, krijg je daar ook commentaar op. Dus het is niet gemakkelijk om, om die rol te combineren als, als uh, mama met jonge kinderen, um, met een wetenschappelijke uh, functie en een politieke functie. Ik denk dat dat een van de zaken is waar ik de grootste uitdaging in zie. En Marleen Temmerman vind ik daar een mooi uh, voorbeeld in. Ja. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, vanuit mijn deskundigheid zet ik in op geestelijke gezondheid natuurlijk. Um, zoals ik al zei, wil ik dat er uh, geen wachtlijsten zijn, de psycholoog terugbetaald is, psychologen verbonden aan rusthuizen, maar ook ervoor gewoon voor zorgen dat er een goed vangnet is in de jeugdhulp. Ja, als je merkt dat nu sommige burgers gewoon opstaan en initiatieven nemen om bepaalde jeugdslachtoffers op te vangen, dat dat nodig is in, in, een groot, uh, in ons groot hulpverleningslandschap, dan denk ik dat er nog veel gaten zijn. En dan moeten we gaan kijken, samen met de deskundigen. Als politieker weten we niet alles, maar samen met de deskundigen, waar we die gaten uh, moeten uh, uh, ja, oplossen, invullen eigenlijk. Hè. Een ander iets is natuurlijk dat, we, dat ik op kinderopvang heel belangrijk vind. Hè. Mensen die, die die combinatie willen doen van werken en gezin, daarvoor is kinderopvang zeer belangrijk. Nu is dat meestal nog van zeven tot zes, wat al zeer uitgebreid is als je daar, uh, als je daar terecht kan voor de mensen waar dat het toegankelijk voor is. Maar er is nog altijd een drempel voor bepaalde groepen of in bepaalde steden. En voor bepaalde jobs uh, die s'nachts moeten gaan werken, is er nog altijd geen, geen opvang voor de kinderen, wat vrouwen ook weer beperkt in hun uh, mogelijkheden. Um, en dan een ander item uh, is uh, eigenlijk het, het sluipverkeer in de regio Waasland, dat, de, dat we ook willen aanpakken. Want met Ganze Oosterweel werken merken we dat we natuurlijk ja, de dorpskernen onder druk komen te staan. En ik wil de dorpskernen toch behouden als een plaats waar je uh, kan rondhangen aan een terrasje, waar je kan fietsen, waar je, waar je kan steppen met de kinderen, waar dat een speeltuintje is, dat die leefbaarheid daar uh, wel blijft. Wat kan er anders en beter in de politiek? Uh, voor mij zijn populistische uitspraken echt een no-go. Uh, het is heel gemakkelijk. Ik kan er zo tien verzinnen populistische uitspraken, maar ik vind dat je toch wel een beetje meer doordacht en niet vanuit de buik soms. Maar het is vanuit de buik om, omwille van de emotie. Maar soms, het moet ook wel doordacht beleid zijn. We kunnen niet. Um, we kunnen. We, we kunnen. Ja we kunnen op bepaalde momenten zelfs van meningen verschillen, maar toch moet er respect voor elkaar zijn. Ik kan met mijn grootste politieke tegenstanders, vind ik dat ik toch achteraf iets moet kunnen gaan drinken op café. Omdat uh, we kunnen verschillen van standpunten, maar we moeten elkaar wel respecteren. We zijn allemaal politiekers, we nemen allemaal die, we wagen allemaal die sprong. Um, en daarbij natuurlijk vind ik ook dat een, iemand zijn privésfeer, is, uh, blijft zijn privésfeer en heeft niets met politiek te maken. Zeker als je als vrouw uh, wordt daar soms wel eens de grenzen overtreden. Ik heb dan dat probleem gehad in Kruijweken waar men mij over mijn huwelijk een post had uh, ge gemaakt. Hè. We hebben dat ondertussen ludiek opgelost in onze campagne met daar een andere campagne, een campagnebeeld rond Tini voor te maken. Maar dat zijn zaken die echt niet thuishoren in de politiek. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een vrij groot voorwerp meegenomen. Ik zal het eventjes laten zien. Voilà. Ik heb eigenlijk gekozen voor deze kader. Um, die zegt, bedankt Tina, die komt eigenlijk van de kinderopvang uit Kruibeke. Ik was schepen van kinderopvang. Dat was een hele uitdaging. We hebben in het begin uh, hard moeten kijken van hoe we die wachtlijsten naar beneden kregen. Dat is voor een groot deel gelukt. Nog altijd heel, niet helemaal, maar voor een groot deel gelukt. Maar dat kwam ook natuurlijk op, alweer ten koste van het personeel. Dan hebben we een ganse discussie met het personeel gehad, ook met de vakbond erbij. En dan hebben we uiteindelijk tot een consensus gekomen en hebben we, ja, iedereen was tevreden eigenlijk. En ik vind dat een heel mooi proces geweest, waar ik veel geleerd heb van de collega's van de kinderopvang, van de coördinator van de kinderopvang. En op het einde hebben ze mij eigenlijk bedankt. Ik heb eigenlijk veel meer cadeaus van de kinderopvang gekregen dan deze ene, maar die waren veel te groot om mee te brengen. Echt gigantisch, ze staan nog altijd in ons huis. Maar die doen mij eraan herinneren van, ik heb het plezant gevonden, ik heb veel geleerd, maar blijkbaar hebben de mensen en ook hier de kinderen, de kinderen hebben het ook, hebben die er ook wel iets aan gehad, dat ik schepen was en dat we dat toch weer, de kinderopvang, beter gemaakt hebben dan zoals het daarvoor was. En daar ben ik zeer trots op.